Dit is de Franse componist Camille Saint-Saëns. Hij schreef Het Carnaval der Dieren, ooit bedoeld voor privégebruik. Maar na zijn dood verscheen het toch en werd het een wereldhit. En dit zijn violiste Merel Verkamme en pianiste Dina Ivanova. Hun CD Symbiosis is volgens de critici een dijk van een debuut. En een van Saint-Saëns' dieren, de zwaan, zwemt in hun vrij versie nu een totaal andere kant uit. Vrij spel met Merel en Dina, featuring Saint-Saëns. Laat me weten wat je ervan vindt in de comments. Like het, duimpje of schrijf een brief. Leuk.